Het taalniveau van eerstejaars hbo-studenten schijnt belabberd te zijn. Jet Bussemaker, rector van de Hogeschool van Amsterdam, riep 2 weken geleden dat het zo slecht gesteld is dat er een negatief studieadvies zou moeten komen. Hoe denkt student en docent er eigenlijk zelf over? Als het alleen maar over de spelling gaat, denk ik dat het wel meevalt. Er is een groep slechte spellers, maar er is een tamelijk beperkte groep is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de spelfouten. En de meerderheid die doet het minste van de spelfouten. Maar wat zijn nou de meest voorkomende fouten bij eerstejaars hbo-studenten? Dat weet ik dus niet goed, want studenten laten zich corrigeren door de spellingchecker. Maar als het om vaak fout gespelde woordjes gaat, dan zijn het ook vaak woorden waar apostrofen, streepjes en trema's in voorkomen. Want die worden er vaak niet uitgehaald door de spellingchecker. Zoals het woord SLB'er bijvoorbeeld. Dat was zelfs door de Hogeschool Utrecht verkeerd gespeld met een streepje. Maar dat moet met apostrof. Dat is niet een heel belangrijke fout. Voor een journalist weer wel, want PvdA'ers en zo en ICT'ers, die komen nogal eens voor in journalistieke teksten. En dan moet je weten hoe het moet. Zelf zijn wij ook nog de straat op gegaan om te testen hoe het daadwerkelijk gesteld is met het spellingsniveau van eerstejaars studenten. Hoofdletter S, hoofdletter L, hoofdletter B, komma, hoofdkomma, noem je weer. Nou, ER, in kleine letters. In hoofdletters, S, L, B en dan een apostrof, ER. S, L, B en dan een komma omhoog en dan ER. S, L, B, apostrof, ER. S, L, B, komma in de lucht en dan ER. Ja, dat is helemaal goed. Okay. En een ander woordje waar vaak fouten worden gemaakt is onmiddellijk. O, M. M-I-D-D-E-L-L-I-J-K. O-N-M-I-D-D-E-L-I-J-K. O-N-M-I-D-D-E-L-L-I-J-K. O-N-M-I-D-D-E-L-I-J-K. Had helaas met dubbel L gemoeten. Oké, dat is jammer. Het niveau van de eerstejaarsstudenten is niet schrikbarend slecht te noemen. Wel zijn er punten voor verbetering.